Defender! Ja, raar, een klein doosje dit keer. Want we hebben dit jaar voor het eerst iets nieuws bedacht. Niet dat we nooit wat nieuws verzinnen, maar dit keer hebben we... We hebben een klein doosje en in het doosje, dat is speciaal voor vaders. Een vaderdagsdoosje. Nou, nou over die vaders niet speciaal te gaan haken of breien, dat mag natuurlijk wel. Maar het leuke is, omdat we dan nu gaan lanceren al, deze vaderdagbox, is het misschien leuk om de items die erin zitten te haken voor vader. En dan met vaderdag, ergens de derde zondag van juni, zeg maar, cadeau te geven. Hoe leuk is dat? Dus ik ga je laten zien wat er in deze doos zit, wat je ermee kan maken. En het is dus een vaderdagbox met 4 projecten. En als je straks de prijs hoort, nou echt, dan val je gelijk stel achterover. Niet van de duurheid, maar gewoon van de prijs zelf. Want hij is namelijk maar 18,95. 18,95! Voor de vaderdagbox. Ik ga hem openmaken. Ik heb dit keer een schaar nodig, want ze hebben hem zo dichtgeplakt dat ik hem anders niet open zou krijgen. Dus het lag een schaar in de buurt. Ik was voorbereid, want ik had het doosje al gezien. Hoppa, zo, schaar weer. Uit beeld. Wacht, vangen. Oh nee, ik mag niet gooien met scharen. Dat doen we dus niet. Een klein doosje. Wat zit erin? Een cellofaantje. Dit keer wel, met een sticker erop. www.perrepasje.nl. Natuurlijk, want daar bestel je namelijk ook de vaderdagbox. Ik ga het openscheuren en dan ga ik even kijken wat bovenop ligt, want dat weet ik namelijk niet. Ik zie wel de projecten, die zien jullie niet, maar die staan hier half in beeld. Oh ja, wacht. Er ligt ook wat los bovenop. Er ligt een friemeltje bovenop, een elastiekje. Waar dat voor is, ga ik je zo laten zien. Ik haal de bolletjes er misschien even uit. Dat is misschien wel veel makkelijker om te doen dit keer. Ik heb 2 bollen Mr. J Artist in het blauw en in het zwart. Ik heb een bolletje Mr. J Cotton, gemeleerd dit keer. Ik heb 3 bolletjes Mr. J Socks in dit geval. Heb ik ook. En ik heb een sponsgaren. Nou, hier kan je denk ik al mee bedenken wat we hiermee gaan maken natuurlijk. Het garen heet Create a Spons. En dat is eigenlijk de eerste. Dat doosje kwam nu weg, die heb ik niet nodig. Die had ik wel naar je toe kunnen gooien. Dan heb je zeg maar dat je hem ontvangt. Boom. Hoppa. Nee. Maar het sponsgaren, laat ik daarmee beginnen. Want ik ben hier fan van. Een aantal jaar geleden hadden we dit garen in het assortiment. Toen was het helemaal niet meer verkrijgbaar. En nu, sinds enkele dagen. Maar als je het natuurlijk over 4 maanden kijkt, sinds enkele maanden. En als je het ergens in 2085 kijkt, enkele honderden jaren. Hebben we dat nu weer in het assortiment. In 2085 denk ik dan niet meer. Maar goed, dat is een ander verhaal. Anyway, ik heb een sponsje. Met één zo'n bol kan je dus voor papa, voor vader, of vooral voor jezelf, een washandje maken. Er zit ook een lusje aan, dus dan kan je lekker wassen zo, weet je. Het wordt nu een heel sensueel filmpje. Misschien kan het dus wel een leuk melodietje op de kant van, nou, zo'n laat candlelight muziekje van, nou, dat. Voor degene die het filmpje monteert. Hartstikke leuk. Je kan jezelf dus mee wassen. Lekker schuim erop zo, weet je. Pssst, en dan kan je je wassen. 1 bolletje, het patroontje zit er natuurlijk bij om dus dat washandje te maken. De tweede, het is natuurlijk een vaderdagbox. Dus er zitten allemaal, ja, dingetjes voor papa zitten er natuurlijk in. Dat is gehaakt met Mr. J. Cotton. Kleur 804 in dit geval. En dat is een stropdas. Nou, ik doe hem even op. Ik vind dat leuk. Ik hou van stropdasjes. Ik draag ze nooit, maar ik hou er wel van. Nou, matcht het totaal niet met een gele trui. Ik had beter een overhemd aan kunnen trekken. Ik trek hem even aan. Niet te strak, want anders kan je mezelf ook ophangen. Dat doen we niet. Daar is hij niet voor gemaakt. Maar een lekkere stropdas die precies op maat is, want hij hangt bij mij als ik nu zou gaan staan op de riem, zeg maar. Er zit een lusje aan de achterkant waar je dat dingetje, zeg maar, in kan steken. En dan heb je dus gewoon een stropdas voor papa. En ik kom zo erop terug, want er zitten dus 4 projecten in, wat je met de kleuren kan doen. Misschien had je vader wel helemaal niet van blauw. Dan kan je namelijk ook een andere kleur opgeven. Maar daar kom ik op het einde van deze video even op terug. Dat is die. Ja, en dan... welke eerst? Ja, nee, we gaan gewoon gelijk naar de klapper. Want die moet je gewoon als eerste zien. Want als je hetgeen gaat zien wat ik je nu laat zien, dan ben je direct verkocht. Dat is namelijk gemaakt met Mr. J Socks. 2 blauwe, 1 zwarte. En wat krijg je dan? Daar komt die. Een paar sokken. Ik heb er nu maar 1, want ik had maar 1 zo'n voetje natuurlijk op dit moment. Met een snor erop. Hoe leuk is dat? Voor stoere vaders met een snor. Of voor stoere vaders die graag een snor willen. Of voor mannen die van snor houden. Of wat je ook maar wil. Een blauwe sok. Zwart teentje. Gehaakt, hè jongens. Gehaakt. En iedereen kan deze sok haken. Zwart hieltje. En dus die snor die erop zit. En een zwart bordje. De rest is blauw. Gemaakt met 3 bollen Mr. J Socks.
project 3. En ook dit haakpatroon zit dus in de box. Ja, en dan de laatste om het compleet te maken. Want zoals je kan zien, alles is een beetje blauw met zwart. Hebben we ook nog... Oh, ligt daar ver weg. Ja, en dus... Een slaapmasker. In plaats van een mondmasker, want die... Nou, daar zijn we eigenlijk allemaal wel voor de veiligheid. Is het schijnveiligheid of hoe je het ook wil noemen. Dat is een ander verhaal, gaan we het nu niet over hebben. Je mag hem ook als mondmasker gebruiken, maar het is een slaapmasker. Dus als jij hem voor je vader maakt, en nou ja, dan kan hij kan dus op. Nou zit dit elastiekje wat hierop zit, want het heeft Mr. J gehaakt, is die denk ik op zijn hoofd gemaakt. Ik heb het een groot hoofd, denk ik. Ik heb ook al tegen hem gezegd, het elastiekje wat erbij zit, dat moet iets langer, zeg maar. Dus er zit een langer elastiekje bij. Dus als ik hem nu opzet, zo. Oh ja. Nou ja, je valt een soort van gelijk van in slaap. Het is wel lekker donker. Als ik hem te lang ophoud, dan sterft denk ik de bovenkant van mijn hoofd af. Maar goed, in ieder geval in het pakket zit dus een lang genoeg elastiekje, zeg maar. Om dus het slaapmasker op te... Hoe stond hij eigenlijk? Ik kan het natuurlijk niet zien. Want nou, ik kijk de video wel een keertje terug. Gemaakt met Mr. J Artist. Dat is lekker zacht. Hij is ook twee keer haak je hem voordat je hem, zeg maar, ja, vastzet. En dus ook weer met die snor. Dat matcht dus met die sokken. Hoe leuk is dat? 4 projecten in de Vaderdagbox. €18,95. Ja? Je kan hem nu reserveren. Krijg je dus alle 4 de projecten. Maar belangrijk is wel om even te weten. Wij hebben hem in blauw gemaakt. Ik kan me voorstellen dat papa niet van blij houdt. Of van blauw houdt, moet ik dan zeggen. En dat hij misschien wel van roze houdt. Ik zou een roze papa zijn, misschien wel. Geef dan even bij de opmerking van stap 3. Zet hem dan even roze. Dan maken we het in het roze. Ben je meer van het rood, dan zet je rood erbij. Dan krijg je iets met rood. Dan van de mintgroen, dan krijg je iets met mintgroen erbij. Maar let op, dat is dan alleen voor de sok, het slaapmasker en de stropdas. Het sponsgaren is er alleen maar in het blauw. En eventueel ook in het roze. Dat is echt lekker dit. Maar dan kunnen we dus de box aanpassen op de kleurvoorkeur voor jouw papa. Bestel hem nu. Ga naar www.perrapasje.nl voor €18,95. Het linkje staat hier in de beschrijving. Dus daar kan je gelijk op klikken. Kom je gelijk op de website uit. Bestel hem gewoon. We gaan hem, nou, medio mei gaan we hem al opsturen naar je. Zodat hij op tijd voor Vaderdag bij jou is. En dan zeg ik, nou, veel plezier met het haken voor papa. Of leer papa zelf haken. Bedankt voor het kijken. Vind deze video even leuk. Abonneer je op ons kanaal. En ik zeg tot de volgende keer. Dikke kus. Mwah. Doei.